Ja, Mike, van harte welkom in Os. Je maakte een transfer naar Topos. Je bent een nieuwe keeper. Ja, wat voor keeper heeft Topos nu binnengehaald eigenlijk? Als eerst dankjewel. Blij om hier te zijn. En wat voor Os, of wat voor keeper Os heeft binnengehaald? Een keeper met veel ervaring. Een keeper die de laatste jaren alles heeft gespeeld. Ik denk wel een echte winnaar, een winnaar binnengehaald. Dus ik denk eigenlijk wel dat het een goede match kan worden met de passie en strijd die hier geleverd wordt. Om die met mijn inzet en beleving, hoe ik sport beleef, om dat wel tot een goede match te laten worden, zeg maar. Heel mooi om te horen. Je zei net al, ik ben blij om hier te zijn. Dat zei je met een grote glimlach. Hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Eigenlijk een week of tweeënhalf geleden heb ik contact gehad met Linton, de TD en de keeperstrainer. En ja, eigenlijk een heel positief en goed gesprek gehad. Positief van het verhaal wat Ronnie Buitenkamp mij voorschoten, de manier van werken. En Linton zat erbij en dat was eigenlijk ook allemaal vrij positief. Maar de manier van werken hier spreekt me aan, dus ik heb er zin in. Je zou ook veel ervaring. Kan je dan ook een leidend rol op je gaan nemen aankomend seizoen? Dat is niet iets wat waar ik naar op zoek ben. Dat is iets wat uiteindelijk wel zal gaan groeien. En het belangrijkste is dat ik zelf een goed niveau haal. Dat we met Topos hoge ogen gaan gooien. Volgens mij is er heel veel veranderd vergeleken met de afgelopen jaren. Dus dat is positief. En ja, de jongens die nu nieuw komen, plus ik, de taak om daarin mee te gaan. En Topos weer op de kaart te zetten. Ja, maar wat voor gevoel kom je er nu hierheen? Je zegt net al, ik heb 2 jaar lang alles gespeeld, geen seconde gemist. Dat moet voor jou ook een hele nieuwe en ook een uitdagende stap zijn. Ja, zeker. Ik ben 27. Ik vind het nog vrij jong voor een keeper, dus ik kan de komende jaren nog zeker mee. Ik kan nog in een hele hoop punten ontwikkelen. Dus heel simpel. Ik heb zin om hier aan de bak te gaan, samen met Ronnie een betere keeper te worden. Alle vertrouwen in en... laten we zorgen dat we mooie resultaten als team, ik als individu en als club uiteindelijk goede stappen gaan zetten. Nou, maar heb je ook het vertrouwen gekregen vanuit de club, of niet? Ja, zeker. Het verhaal van de club sprak me aan. Nogmaals, het klinkt gewoon allemaal goed. Het klinkt goed, ik heb er zin in. En ik denk dat we een goede match kunnen worden om aankomend jaar met Os een beter seizoen te gaan draaien dan afgelopen seizoen. En daar gaan we voor. Heel cliché, maar heb je nog een doelstelling voor jezelf? Ik heb wel wat doelstellingen voor mezelf. En, die hou je ook voor jezelf? Ik heb ze net met Ronnie besproken. Eén kleine doelstelling was dat. Maar dat hou ik voor mezelf. En wie weet, einde van het seizoen komt het uit. Dankjewel en op naar een mooi seizoen.